Als we de app openen, belanden we op het welkomscherm. Hier ziet u in één oogopslag de status van uw verbruik. Via de button linksboven kan u uw account beheren. We raden u aan om een account aan te maken, omdat u zo ten volle gebruik zal kunnen maken van alle functionaliteiten van de app. Via deze weg kan u ook wisselen tussen verschillende accounts. Dat is vooral belangrijk als u de app ook gebruikt voor het opvolgen en beheren van uw persoonlijke abonnementen en producten. Bijvoorbeeld internet en tv bij u thuis of eventuele privénummers. Is dit voor u van toepassing? Dan is het ook belangrijk dat u beide accounts aanmaakt met verschillende e-mailadressen. Via de tab Producten kan u uw verbruik in detail raadplegen. Dat kan door te klikken op de kaart met het tariefplan. Er volgt een gedetailleerd overzicht van het verbruik en in geval van een splitbill ook een overzicht van eventuele bijkomende kosten. Via de tab Opties kan u bijkomende mobiele producten aankopen als uw werkgever u de bestelrechten heeft toegewezen. En via de tab Instellingen kan u uw simkaartnummer en PUC-code raadplegen. Via de tab Facturen kan u uw facturen raadplegen als u een splitbill-overeenkomst heeft met uw werkgever. U krijgt het overzicht van uw facturen van de afgelopen 12 maanden met hun betaalstatus. Klikt u door op een factuur, dan kan u de volledige factuur ook downloaden. U kan in de app, via uw account, dat bereikbaar is via de linkerbovenhoek, ook uw factuuradres aanpassen. In de loop van de komende maanden zullen we het ook mogelijk maken om via de app uw facturen te betalen en de aflevermethode voor uw factuur aan te passen. In geval u een digitale factuur ontvangt met een sms-bericht, dan wordt u via deze sms ook met één klik naar de app gelinkt. Heeft u meerdere accounts? Zorg er dan zeker voor dat u op het juiste account bent ingelogd. U kan wisselen tussen de accounts via de button in de linkerbovenhoek. Via de tab Diensten, tot slot, kan u gebruik maken van enkele handige diensten, zoals onder andere 4411. Heeft u een probleem? Dan kan u daarvoor de helpknop gebruiken in de rechterbovenhoek. De app is beschikbaar in de App en de Play Stores.